Een meerderheid van de Beuningse gemeenteraad heeft dinsdagavond ingestemd met extra geld voor het zandtransport van de Beuningse Plas naar de Waalhaven bij Nijmegen. Daarmee is het transport met vrachtwagens weer een stap dichterbij gekomen. Naast de grootste partij in Beuningen, BNNM, stemde gisteren ook D66 in met extra geld voor het transport. Die partij wil meer tijd en onderzoek naar de alternatieve manier via een transportband. Dit is in hun ogen een veel schonere manier van vervoer dan per vrachtwagen. BNNM zegt dat er die tijd niet meer is en dat vervoer via de weg op dit moment de enige oplossing is.